Tijdens een recente aflevering van het programma Tamara Maria's Therapy Trip, dat zich afspeelt op het zonnige Ibiza, komt Jamie Vaas openlijk aan het woord over haar emoties en frustraties ten aanzien van haar ex-partner, Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholte is. Jamie, die de moeder is van hun zoon Leo, deelt haar ervaringen als alleenstaande moeder en de extra uitdagingen die daarbij komen kijken, vooral gezien de bijzondere zorgbehoeften van haar kind. Ze benadrukt dat ze vaak weinig steun ontvangt vanuit de andere kant. Wat het opvoeden van Leo zwaarder maakt dan ze had gehoopt. In de uitzending vertelt Jimmy eerlijk over de impact die haar relatie met Jorik op haar leven heeft gehad. Ondanks dat ze niet langer boos is over de afloop van hun relatie, blijft ze teleurgesteld over Jorik's manier van vader zijn. Ze legt uit: Wat me echt pijn doet, is de manier waarop hij mij als moeder van onze zoon behandelt. Het gebrek aan respect dat hij toont, raakt me diep. Deze houding straalt ook uit naar Leo, en dat vind ik heel zorgwekkend. Jimmy vertelt dat ze niet de steun van Jorik krijgt die ze zo hard nodig heeft. Hij zegt dat hij het wel wil, maar ik betwijfel of hij in staat is om de verantwoordelijkheid te nemen die bij het ouderschap komt kijken. Het is enorm triest om te zien dat zodra er een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel is voor je eigen kind, dat ook weer spiegelt in de manier waarop je het kind behandelt. Dat is iets wat ik hem niet kan aanleren, voegt ze eraan toe. Ze hoopt oprecht dat Jorik zal veranderen en zich meer zal inzetten als vader. Het is mijn grootste wens dat hij de nodige verantwoordelijkheden op zich neemt, niet alleen voor mijn welzijn, maar vooral voor dat van Leo, zegt Jimmy. Haar woorden benadrukken de worstelingen en de hoop voor verbetering in de toekomst, terwijl ze haar best doet om voor haar zoon te zorgen in een uitdagende situatie.